Hallo allemaal, Lars hier, oftewel iProLars. En vandaag weer een nieuwe commentaar en gameplay van mij op de map. Meltdown is het weer een keer. En ik hou hier echt een B-score. En oh, ik was er zo close tot 100 plus. Zo close. Ik eindigde het potje 94-4. Ik heb de eerste helft heb ik eruit gehaald, dus niet zo heel erg veel aan te zien. Ik ga een paar keer dood en dan hou ik aan het einde van de eerste ronde hou ik uiteindelijk mijn streaks. En nou, hier zie je dat ik meteen aan het begin van de tweede ronde mijn streaks in kan en echt mijn killstreaks aan hem. Ik hou hier dik 70 kills in de tweede ronde en dat komt echt alleen maar door mijn dogs en zwaar. Maar kijk ook even al die punten die in mijn beeld komen. Het is niet gezond gewoon. En ja, dit is gewoon de sleutel tot de 100 plus. De 100 plus is ook weer gehaald, jongens. Ik heb gisteren weer een 100 plus gehaald. Ik ga niet zeggen op welke map of nou, hoeveel. Maar er is weer een 100 plus gevallen. En ook nog een beast-achtig potje kill confirmed. Echt, ik ging hem ging ik in kill confirmed. Dus daarvan nog twee hele goede gameplays. Maar er is nu deze 94-4 op de map Meltdown. Ik speel hier met de PDW 57 en het is weer met de sexy diamond camo en sorry met Fastmax silencer, ghost hardline scavenger en toughness en een C4 en met de scorestreaks orbital VZ, dogs en swarm. En als ik met wat meer mensen speel, dan probeer ik gewoon om mijn scorestreaks te veranderen naar lodestar, dogs en swarm, gewoon voordat ik voor die enorm hoge 150 plus kan gaan. En ik ga vanavond ga ik ook echt live doen. We zouden het eigenlijk gisteren doen. Alleen we hadden wat problemen met het de goede settings daarvan en zo, dat het niet goed deed. Dus vanavond open lobby en we gaan live streamen. Dat kan dan op Twitch TV, twitch.tv/nokgbgamings met twee zetten of Twitch TV slash Dutch Noobs Gaming. Dus dus kun je twee beelden zien van mij of van Jesse, oftewel Dutch Noobs Gaming. En dus dat gaan we vanavond doen. Even nog een klein stukje over de gameplay van hoe je Meltdown moet spelen. Ik ga bij elke map waar ik nu een hoge score op haal, ga ik jullie precies vertellen hoe je op deze map moet lopen qua rushen. Dus waar je mij nu hier zit is in de Meltdown zelf. Dat is geen goede plaats. Zorg altijd dat je gewoon aan deze kant van de map, dus zeg maar helemaal via deze olievaten of weet ik veel wat het zijn, altijd via deze kant lopen en gewoon rondjes of gewoon het heen en weer lopen. Van de ene kant naar de andere kant. Als ze aan de A-kant spannen, ga je ook via deze kant. Als ze bij de C-kant spannen, ga je ook via deze kant. Nooit via de Meltdown. Daar zitten altijd campers en dan word je zo genaaid en dan ben je gewoon dood. En ja, dit is dus zeg maar gewoon de rustroute. Als je al bijna op een streak zit of er zit een streak in de lucht, ga gewoon even zitten, wacht even af totdat je weet waar ze zijn. En ga er dan gewoon weer in. En dus dit is een rustroute en dan kan je altijd in hun rug komen. En wat je dan met Meltdown moet doen is je een van die twee huizen daarboven in gaan zitten. Als het te druk wordt ga je via die zijkantjes eruit en dan loop je weer via de achterkant naar het gebouwtje toe. Je blijft gewoon de hele tijd rondjes lopen over de map en zo weten de enemies niet waar je zijn. Vooral niet als je ghost hebt. Dus dat is enorm handig. En je blijft je streaks halen en ze hebben echt geen idee waar je bent en je komt de hele tijd in zijn rug. Dus zo moet je Meltdown een beetje spelen. En ja, het was een korte commentaar, want deze ronde duurt maar 4 minuten volgens mij. 4 à 5 minuten. En ja, het is een quick 70 kill game. Maar ja, het is ja, wel enorm snel. En het is allemaal te danken aan mijn dogs en swarm. Volgens mij had mijn swarm is van 40 kills in deze hele gameplay. Dus dan had ik iets van 40 of 50 gun kills. Mijn dogs hadden heel weinig kills, maar 10 of zo. Dus nou, op zich best leuk om naar te kijken. En ik zie jullie volgende keer weer. Adios.